Kurt. Goedemorgen. Goedemorgen, Kurt. Alles oké? Kurt, als je op je scherm kijkt, zie je, ik denk dat je Paramount Helicopters ziet staan op een zwart toestel. Ja, absoluut. Dat is hem. Dat is de helikopter die voor jou klaarstaat, vlak naast het experiment nu in Weinichem. Aha. Hij staat klaar om jou weg te voeren naar Vilvoorde zometeen. Aha. Misschien. Kurt Rogiers. Daarnet in het moment van de waarheid. Heb jij... juiste antwoord. Ja! Je bent yes! 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 I'm coming home. Komt nu een bewaker binnen, Kurt. Goed zo! En ik heb ook heel speciaal nieuws voor jou, Kurt. Vertel. Hier in de studio staan 3, 4, 5 heel bijzondere mensen. Ja? Ik denk dat je weet hoe ze heten, Kurt. Anke. Ja, ja, nee, nee, die bedoel ik niet, Kurt. Die bedoel ik niet. Ik bedoel de andere. Ik bedoel... Wie? Lola. Nee. Merlijn. Echt? Els. Mama. En de papa. Die staan hier te wachten op jou. Oh, Kurt. Kom gewoon hier. Ik kom. Ja. Ik kom. Kurt, je mag naar huis. Ja. Je wordt nu door de bewaker meegenomen. Uh-huh. Neem je koffer, Kurt, en ga naar de helikopter die klaar staat. We zijn hier echt wel. Ja, ik zit hier zelf met tranen. Ja, ik zie het. Ik dacht dat alleen met Notting Hill gedaan. Nee. Nee. Maar Wim toch. Maar als je Kurt ziet, dan kan je toch niet anders. Oh. Maar fijn. En Lina is hier ook al aan het stotteren. En Sven ook. En Els ook, ja goed. Oké, Sven ook, ja. Oké, goed. Kurt neemt nu de helikopter. Ga nu naar de helikopter, Kurt. Ga naar buiten. En kom zo snel mogelijk naar hier. Wij gaan nu, zo meteen als we hier zijn, als jij hier bent, gaan we jouw toppers en jouw floppers van het experiment overlopen. Blijf luisteren voor de terugkeer van Kurt in de bewoonde wereld. Kurt, je bent thuis! Yeah! Yeah! Q is good for you.